Ik ben Paulus Veldman. Ik ben spreker over innovatie en nieuwe technologie online. En dat doe ik meestal in Nederland en een enkele keer, zoals je erachter, in India, wat een beetje het tweede vaderland is van mijn vriendinnen van mij. Zo, ik verklap iets, want ik ga eerst een vraag aan jullie stellen. Weten jullie wat het verband is tussen kwallen en straatverlichting? Luister meneer met de microfoon. Is iets met kwallen over licht geven? Ja, kwallen en licht geven, precies. Ja, dat is het. Die kwallen hebben inderdaad hun taak al volbracht, want die hebben genetisch materiaal waarmee ze licht geven in het donker bijgedragen aan plantjes en je kunt dus tegenwoordig licht geven in de plantjes kopen. Dat zie je hierachter, kan je gewoon bestellen. En een van de creatieve geesten in Nederland, jullie kennen hem misschien, Daan Roosegaarde, die staat zo door van hem. Die is daar bezig met straatverlichting en met andere dingen in de publieke ruimte. Dus ik dacht, als we dat nou eens gebruiken, om in plaats van straatlampen, straatbomen neer te zetten. Nou, dat zijn van die ideeën die door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd opeens bijna haalbaar gaan worden. En wat je hier ook een beetje ziet, dat is een van de aspecten waardoor de technologische ontwikkeling zichzelf gaat de laatste tijd. Een van de drivers is convergentie. Je ziet hier dat genetica, biologie en civiele techniek, die komen bij elkaar in het voorbeeld van die straatlampen. Maar je ziet dat op heel veel plaatsen wetenschappen elkaar gaan raken en beïnvloeden. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het regelen van de kabel. Dat spreekt nog een stuk beter. Maar je ziet dat wetenschappen wat meer op elkaars terrein komen en elkaar gaan helpen. Zonder ICT, zonder computers, was het nooit mogelijk geweest om het erfelijk materiaal van mensen uit te zoeken en überhaupt te ontdekken hoe ons DNA in elkaar zit. Dat is eigenlijk ontwikkeling nummer 1. Convergentie van allerlei wetenschappen en technieken. En een tweede driver is dat op veel punten dingen enorm snel groeien. Het modewoord daarvoor is exponentiële groei. Dat is zo'n hockeystick grafiek. Jullie kennen exponentiële groei wel een beetje van rente op rente. Als iets met een vast percentage elk jaar toeneemt, dan gaat dat steeds sneller. Denk ook maar aan celletjes, hè? Je begint met 1 cel, 2 cel, 4 cellen, 8 cellen en ja, voor je het weet heb je tijd een beetje. Nou, dat is exponentiële groei. En op veel plaatsen in de wetenschap vindt dit soort exponentiële groei plaats. Twee belangrijke drivers achter de technische ontwikkeling. Maar ik begin heel dicht bij huis met zaken die je zelf kan kopen en die je zelf kan gebruiken. En dan schuiven we zo gedurende het verhaal een beetje door naar de toekomst van de wereld en de grote wereldproblemen als energie en voedsel. Maar dit is, denk ik, letterlijk onder bereik van iedereen. 3D-printen, onze nationale trots. En wat kost zo'n dingetje? 1000 euro, 1500 euro. Voor veel mensen is 3D-printen tegenwoordig iets dat ze zichzelf privé kunnen veroorloven. En als je het jezelf niet kan veroorloven, of je hebt helemaal geen zin om zo'n ding te kopen, of je vindt het lelijk in huis, dan vraag je je buurman of die met zijn 3D-printer iets wil printen wat jij hebt gedownload van internet. Want het werkt allemaal gewoon met recepten, hè? Met STL-files, die je kan downloaden en doorsturen. En mijn buurman print voor mij dan wel die zonnekap voor mijn Canon-lens, waar ik normaal gesproken 40 euro voor betaal. Als je helemaal geen zin hebt om, als je ruzie hebt met je buurman, of je hebt helemaal geen zin om zelf die dingen in huis te halen, kan je natuurlijk ook naar een plek waar ze hele goede apparatuur hebben. Daar is tegenwoordig een naam voor, dat noemen we Makerspace. Jullie kennen misschien FabLab, hè? Dat zit op heel veel plaatsen in Nederland. In Amsterdam heb je tegenwoordig iFabrica, een hele grote Makerspace. Daar staan allemaal super goede industriële apparaten. Laser, snijders, hele grote 3D-printers, maar ook leerbewerkingsapparatuur, zelfs naaimachines. En met een abonnementsysteem kun je daar gewoon zelf gebruik maken van die industriële apparatuur. Supergoed en ja, zo ben je met z'n allen lekker bezig. Hé, hey, wat doet deze plaat? Ik vind mijn presentatie, dat is een boek uit de 40 jaar, de hobbyclub. Nee.
Wat je ziet is dat 3D-printen, dat begint ook zo langzamerhand de gewone wereld te raken. De HEMA heeft kettingjes en telefoonhoesjes die je zelf kan samenstellen. En nou, daar hebben ze een Nederlandse start-up sessie bij ingeschakeld. En uiteindelijk wordt het dan allemaal in Amerika geprint. Maar HEMA is pas de tweede retailer wereldwijd die dit doet. Dus dat betreft zijn ze er wel snel bij. En je kunt dus gewoon 3D geprinte dingen bestellen bij de HEMA. Hele huizen bouwen ze. Amsterdam-Noord, ga er maar langs. Dus architecten, superleuk om een keer te kijken. Die zijn bezig met een grachtenpand uit de 3D-componenten. Ongeveer 3 meter hoog, veel hoger kan het niet. En, maar wel specifieke Lego-blokjes waaruit je een heel huis kan samenstellen. Ga je 3D-scans maken, dan heb je nog veel meer mogelijkheden. Dit hebben jullie misschien langs zien komen een maand of 2, 3 geleden. In het UMC is een compleet maatwerk schedeldak gemaakt voor een vrouw. En in 1 keer succesvol geplaatst. En ook daar praat je over 3D-scans en 3D-printen. Supermooie ontwikkelingen. En mocht je het leuk vinden om een 3D-printje van jezelf te hebben. En dan kan dat ook op veel plekken. In Amsterdam bij de Tonton Club. Ze maken dan een scan van je. Ze printen een poppetje. En nou, tegen een, voor een paar tientjes extra schilderen ze dat nog op in de kleur van je kleding. Super interessante ontwikkelingen. En ook leuk om te hebben. Een andere term die hier een beetje aan gerelateerd is, is Internet of Things. En dat bespreekt zichzelf eigenlijk, die duidelijk waar het over gaat. Apparaten, levenloze objecten, komen in toenemende mate aan internet te hangen. Nou is Internet of Things een beetje een verwarrende term, omdat je dat internet staat erin. Terwijl het eigenlijk niet specifiek over internet gaat. Hè. Het gaat over allemaal apparaatjes in de ruimte om je heen die met elkaar communiceren. Dus het is niet zozeer een internet van dingen, het is meer een netwerk van dingen. Internet kan daar een rol bij spelen, maar dat hoeft niet. Je hebt ook andere manieren waarop die dingen met elkaar kunnen praten. Maar om ons heen ontstaat een steeds groter en ingewikkelder netwerk van allemaal apparaatjes die data uitwisselen. En dat levert allerlei interessante vragen op, waar ik helaas binnen de tijd die ik heb niet op in kan gaan. Het grote voorbeeld, het klassieke voorbeeld van het internet van de dingen is deze intelligente thermostaat. Dat is waarschijnlijk vooral omdat hij er zo mooi uitziet, de Nest thermostaat. Nou, dat is zo'n ding dat met een aantal sensoren in je huis in de gaten houdt waar je het meeste zit en waar je bent. Van internet haalt hij data over het te verwachten weer en het weer in het komende weekend. Hij houdt nog een paar andere dingen bij. Er zit zelfs een rookmelder aangekoppeld. En op die manier kun je op een hele intelligente manier het stookgedrag binnen je huis regelen. Nou, inmiddels zijn er ook Nederlandse aanbieders die dat soort thermostaten bij je thuis leveren. Die Nest is zo'n gaaf ding dat Google het gekocht heeft. En toen Google toch aan het kopen was, hebben ze Nest gevraagd om Dropcam te kopen. Wat een soort internet gekoppelde bewakingscamera's zijn. Dus straks kan Google min of meer een compleet product leveren om je huis te beveiligen, te verwarmen en in de gaten te houden. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld van waar het internet of van dingen zo langzamerhand naartoe gaat. Ja, ik vind dat heel positief, hè? Ja. Maar Google heeft ze wel voor je online zitten. Ik vind het heel erg. Nou, Google die kans ook heeft. Ja, nou, het is niet mijn bedoeling om dingen echt positief te vertellen of meteen een soort Paulusstempel op te drukken van dat deugt of dat deugt niet. Het is duidelijk dat die hele belogen van apparaatjes rond je heen die met elkaar praten, Google of niet, hele grote gevaren en problemen oplevert als het gaat om privacy. Ik kom daar straks. Als het gaat om wearable-computing, kom ik daar nog uitgebreid op terug. Maar het is zeker niet zo dat ik dit soort dingen vanaf de zijlijn sta toe te juichen en geen oog heb voor de gevaarlijke kant ervan. Goed punt. Wil je het even simpel houden en iets gemakkelijker en wat meer to the point, koop dan een flower power voor Parrot. Daarmee kun je op afstand vanaf de andere kant van de wereld in de gaten houden of je plantjes genoeg water hebben. Klein beetje water. En een klein beetje kunstmest toevoegen wanneer dat nodig is. Dan heb je een beetje internet van plantjes. Ook een
ook een interessant, zijn jullie eindelijk? Ja, dit gaat ze morgen komen. Olieplan? Ja, nee, ze zijn op de markt, maar het kost iets van $75 per plantje. Dat wordt kostbaar natuurlijk. Hey, wat helemaal niet kostbaar meer is, mensen, dat is quantified zelf. Dat is dingen van jezelf meten, vastleggen, registreren. Dat is een hele beweging op zich geworden. Eigenlijk sta ik hier omdat ik Martijn Aslander tegenkwam op de Quantified Self conferentie in Amsterdam 2 maanden geleden. En van het een kwam het andere. Maar er zijn dus hele conferenties over dat Quantified Self. Fitbit is eigenlijk met afstand het meest gebruikte en ook het bekendste product op dat gebied. Een armbandje of eigenlijk een kleine capsule die je bij je draagt en die je bewegingspatroon in de gaten houdt. Zit een stappenteller in, kan een klein beetje bijhouden hoe je slaapt of je stil ligt of draait. Dat soort dingen kun je met een Fitbit bijhouden. Het grappige is, ik heb afgelopen vrijdag was ik bij een sessie met de ontwerper van Fitbit. Ghadi Amit heet hij. En die vertelde een aantal zaken. Het is in ieder geval duidelijk dat zoiets werkt. Hè? Zo'n Fitbit werkt, want gemiddeld lopen de mensen die een Fitbit om hebben 43% meer stappen. Dus op het moment dat je zo'n ding gebruikt, ga je je bewegingstempo aanpassen. Dat werkt goed. Het grote nadeel is dat mensen het na 3 maanden of 4 maanden gewoon weer in de kast gooien en verder gaan met hun leven. Dat is nog een beetje het probleem van quantified self-apparatuur als Fitbits. Dus wat belangrijk is, is dat je uiteindelijk iets zinnigs of iets nuttigs doet met al die data die je verzamelt. Dit is een voorbeeld, Gene Trainer maakt het in staat om op basis van je Fitbit gegevens of van je DNA, je kunt een 23andMe DNA scan laten doen in Amerika, kost $100. Al die data kun je invoeren aan Gene Trainer en als topsporter kun je dan een maatwerk trainingsprogramma genereren wat rekening houdt met jouw erfelijke eigenschappen en met jouw bewegingspatroon. Dus dan wordt het opeens een stuk praktischer. Die Gene Trainer maakt voor jou een kant-en-klaar trainingsprogramma wat rekening houdt met allerlei erfelijke eigenschappen die ze van je weten. In de medische hoek is het vaak wat duidelijker waarom je zoiets wil hebben. Dit is een product dat ook al een poosje op de markt is. De Health Patch. En die wordt in ziekenhuizen gebruikt om hartslag, hartritme, lichaamstemperatuur, ademhaling van patiënten te monitoren via een ding wat een beetje op een pleister lijkt. Dat hebben ze bij Giel ook gedaan, hè, toen Giel Beelen bezig was met die recordpoging radio maken. Nou, hier zie je de gegevens die continu over Giel werden vastgelegd in een grafiek. En zo kun je bijvoorbeeld in de gaten houden of iemand niet veel te lang een veel te hoog stresslevel heeft. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de apparaatjes die je gebruikt om dingen te meten zo zijn ontworpen dat ze leuk zijn en aantrekkelijk zijn. Nou, dit is wel een prachtig voorbeeld. Dit heet Sproutlink en dit is in feite een Fitbit voor baby's. Alleen zo vormgegeven dat het vriendelijk uitziet, staat een hartje op, dat mensen dat als zachtaardig ervaren en ook voor baby fijn is om te hebben. Dus hier komt ontwerp erbij en maakt het mogelijk en maakt het prettiger om met dit soort data om te gaan. Uiteindelijk gaan een heleboel van die dingen zo klein worden dat je zelf niet eens meer over het ontwerp hoeft na te denken. Dit kleine tattoetje bevat een sensor voor interne lichaamstemperatuur, het bevat een energiecentraletje en het bevat een klein zendertje, Bluetooth Low Energy, dat in staat is om data naar een mobiele telefoon te sturen. En na 2-3 weken spoelt het gewoon weer weg van je huid. Dus uiteindelijk worden die sensoren ook weer super klein. Heel interessante ontwikkeling. Op dit moment moeten we het nog doen met iets minder onzichtbare apparaten. Iemand enig idee wat die doet? Happy Fork, wie kent het? En wat doet die? Die meet hoe snel je eet. Wat het gewicht is van wat je eet, ja. Die houdt dus je eetpatroon bij. Ja, zo is het. Nou, het is even heel simplistisch gezegd, als je te snel eet, gaat die bubbelen. En het idee erachter is dat je
als je te snel eet, te veel eet, dat is één ding, en dat het überhaupt slecht is. Dus dat je beter langzaam kan eten. Dit is de app die erbij hoort. Oké, nou echt wearable is dit niet, qua vork zal ik maar zeggen. Dat is een andere tak van sport natuurlijk, hè? Draagbare computers. En dan, ja, iedereen begint natuurlijk meteen over, nou, Google Glass, maar die stond nog niet in de presentatie. Dit vind ik zelf een leuk ding. Floris heeft er een online. Het is een narrative. Dat is een klein fotocameraatje wat je opprikt als een soort broche. En dat elke 30 seconden een foto neemt. Gewoon recht vooruit. Dus je krijgt een soort fotodagboek van je leven. Een aantal mensen hier die schrikken zeggen dat ik heb dat. Sorry voor het auto, Floris. Maar dat apparaatje neemt dus om de 30 seconden een foto, waardoor je een heel album onthoudt van momenten uit je leven. En uiteraard komt er software bij te pas die probeert de hoogtepunten eruit te vissen, zodat je niet elke keer honderden, duizenden van die foto's moet gaan zitten terugkijken. Daar zit je ook niet echt op te wachten. Maar dat zijn van die experimenten. Dit is een leuk en... ja, ik vind het zelf al, omdat het mij over beeld gaat, vind ik het een heel interessant product. Vraag. Hoe weet je eigenlijk van wat het hoogtepunt is voor jou? Nou, dat maakt het interessant. Hij kan het uitzoeken van de beste foto's. Daar houdt hij. Floor, zei jij dat uit je hoofd? Hoe dat gaat? De dubbele eruit halen. Dat is het boven welke kleurverschillen zitten in de foto. En dat algoritme wordt natuurlijk steeds sneller. Ja. Over ja, een paar jaar. Ja. Ze kijken naar een filmfoto, gezichtsherkenning, ja. En naar nog één. Ik kan heel makkelijk zien dat iemand lacht op een foto. Dus als je gezegd hebt, ja, zie je dat iemand lacht. Dat is dan waarschijnlijk een foto die je wil halen. Okay. En zo wordt het graag gekeken. En het algoritme is het niet nog heel uitgebreid. Ja. Maar dus eigenlijk is dat juist het spannende. Hè? Van, hoe verzin je een algoritme, hoe verzin je software die het zinvol maakt om elke 30 seconden een foto te maken. Dat is eigenlijk het spannende. Dus de vraag is niet helemaal goed te beantwoorden. Ze filteren op een aantal aspecten of die scherp is, of er een gezicht op staat, dat soort zaken. Maar dat blijft een klein beetje natte vinger. Daar komt het op neer. Aantal variabelen. Ja, nou, dat was deze, hè? Hier hebben we het over. Maar hier hebben de meeste mensen het over, Google Glass. Nou, jullie zullen allemaal wel eens iets gezien hebben of gelezen hebben over die Google Glass. Dus daar ga ik verder niet uitgebreid op in. Wat belangrijk is, als je nog nooit zo'n ding op je neus gehad hebt, wat belangrijk is om te weten, is dat het eigenlijk een soort apart beeldschermpje is. Het is een beeldschermpje naast je gezichtsveld. Dus het is niet zo dat opeens in je gezichtsveld allerlei ballonnetjes oppoppen die zeggen van dat die meneer Floris heet, of dat Sigrid is. Of zo werkt het niet. Het is een apart beeldschermpje rechtsboven in je gezichtsveld. En op dat beeldschermpje kan informatie komen die in de situatie waarin je bent, terwijl je Google Glass gebruikt, relevant is. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dat ziet er ongeveer zo uit. Op het moment dat je Google Glass bedient, wat je met je stem doet, hè, je geeft hem voice commando's voor het grootste deel, dan is ook op het schermpje te zien hoe die commando's natuurlijk in elkaar zitten. Maar het is niet echt augmented reality, in de zin van er komen allerlei dingen voor je neus en die je omgeving aanvullen. Nog niet. Bij Google Glass is het wel zo dat ze een aantal zaken er bewust uitgesloten hebben. Die zijn technisch niet mogelijk, omdat die nog te problematisch zijn. Want als je auto rijdt wil je niet dat er allerlei rare dingen, Twitterberichten voor je neus langs fietsen. Dus dat kan überhaupt niet. En gezichtsherkenning is ook uitgezet. Maar dat zou wel leuk zijn. Dus in de auto van Google, hè? Hoe rijdt dat gesteld? In de auto van Google wordt het vast heel anders. En wat je een beetje ziet, mensen, is dat na de initiële Google Glass enthousiasme, dat er nu een klein beetje een discussie aan het ontstaan is. Het lijkt een beetje alsof mensen zich in twee groepen verdelen. De Google Glass fans en de Google Glass haters. En die haters die zijn bijvoorbeeld bang voor een wereld waarin eigenlijk iedereen een beetje als cyborg rondloopt. Waarin iedereen elkaar filmt, opneemt, dingen van elkaar ziet. Maar je weet het niet van elkaar, je hebt geen idee wat er gebeurt. Die discussie is nog open en het is nog helemaal niet duidelijk welke kant dat op gaat. En wat je ziet is dat er dus toenemende mate aandacht is voor, laat ik maar zeggen, de tussenstappen.
Google Glass wordt een beetje als extreem gezien, hè? Vooral dat filmen en dat fotograferen met zo'n bril. Wat je ziet is dat er nu opeens heel veel belangstelling komt voor smartwatches. Voor horloges die via een koppeling met je mobiele telefoon berichtjes kunnen laten zien en je notificaties kunnen geven en in feite met je telefoon communiceren. Deze bestaat al, Pebble, dat is een open source smartwatch waar je zelf dingen voor kan maken. Maar ook Apple heeft plannen in die richting. Google heeft een Android smartwatch. Die dingen gaan helemaal groot worden de komende maanden. Let maar op. En dat is met name ook omdat het toch iets veiliger is en wat minder controversieel dan dingen als glas. Dit soort apparaten bevatten ook vaak Fitbit-achtige functionaliteit. Dus dingen ook een Pebble smartwatch heeft ook een stappenteller. Dat zit er ook in. Naast het communiceren met je telefoon zitten er ook die fitnessdingen en healthdingen in. Andere tak voor sport gaat over wat er allemaal afgeleid kan worden. Wat je kan doen met je hersenen. En de neurowetenschappers zijn daar heel druk mee bezig. Ze kunnen op dit moment je hersengolven gemakkelijk gebruiken om dingen te besturen. Dus allemaal al min of meer als kinderspeelgoed in de handel. Je zet een kapje op en je kunt een UFO-achtig apparaatje besturen of je kan een pingpongballetje op en neer laten springen. Dat werkt met het uitlezen van je hersengolven. Gewoon een EEG. En dat is op dit moment commercieel al goed verkrijgbaar. Standaard kapjes, eigenlijk zijn het meer een soort brilletjes, worden geproduceerd door Mindwave. En die Mindwave brilletjes, daar kun je allerlei gekke dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld filmpjes bekijken die zich aanpassen aan hoe jij reageert op de film. Waar dus eigenlijk het einde van de film wordt bepaald door hoe jij reageert op de film. Ja. Terwijl je bezig bent, verandert de film. Zijn dingen ook betaalbaar? Ja, dit zijn allemaal dingen die op zich betaalbaar zijn. Zo'n Mindwave brilletje, dan praat je over, ik denk ongeveer $200. Dan heb je zo'n basisapparaatje wat je hersengolven uitleest. Die filmpjes idem dito. Het punt is dat ze nog niet zoveel kunnen. Dus er zijn nog maar heel weinig filmpjes. Ze zijn niet zo spannend. Ze zijn heel kort om even iets van 7 minuten of zo, veel langer trekken ze nog niet. Dus het is meer dat je weinig krijgt voor je geld. Maar duur is het niet. Tot de horlogindustrie dat ik, hè? Ja, dat is net zoals met internet. Hè. Internet was ook een beetje iets voor nerds en voor half garen en zo. En op een gegeven moment kwamen de plaatjes op. Ja. De rest is history, inderdaad. Dit is ook gaaf. En je ziet nu dat gebruik van die neurowetenschappen, met name in de sector protheses, een hele grote vlucht heeft genomen. Dit is een Loop, dit ding, deze kunstarm heet Loop. Die is gemaakt door Dean Kamen, dat is die gast die de Segway, de rare elektrische stekje, heeft gemaakt. Nou, deze arm wordt bestuurd door de gedachten van de meneer die hem gebruikt. En hij is een paar weken geleden goedgekeurd door de FDA. Dus dit is zeg maar de eerste prothese die gewoon in Amerika in een medische context gebruikt kan worden. Jullie hebben misschien de aftrap gezien van het WK voetbal. Hè? Daar was ook zoiets. Dat is een ander. Dat is het. Ik ben even de naam van het project vergeten. Maar daar gebruikte iemand die verlamd was een soort pak waarin die zat, een exoskelet. Sorry? Een exoskelet. En dat dus, werd ook helemaal met de hersenen bestuurd. Maar omdat dat heel fijn naast de besturing vraagt, moeten de dingen worden geïmplanteerd. Dus dat werkt op dit moment alleen nog met implantaten in de hersenen. En dat is voor deze arm niet nodig. Maar zover is dat nu al. Dingen besturen met je gedachten. Bij robots is het, ja, dat wil niet zo heel erg vlot. Ik geef af en toe ook een beetje mijn eigen inschatting voor wat het waard is. Maar je ziet dat er nog steeds een beweging is om te kijken of we robots kunnen maken die op mensen lijken. Nou, één keer krijg je een lachende robot, een andere keer krijg je een wat bozere robot. Dit is natuurlijk een beetje de klassieke, Asimo, robot van Honda die elke keer een nieuwe zwoel krijgt en elke keer een nieuwe kunstje span. Maar ja, veel menselijker dan dat ze ook van de trap donderen worden op dit moment. Nou, de laatste 8 jaar worden er al wereldkampioenen. Dat is ook zo. Dus het punt is een beetje dat er heel veel apparaten zijn die complexe dingen kunnen. Maar dat er niet zo heel veel robots zijn die
de vergelijking met een echt mens kunnen doorstaan. Dat is het punt dat ik wil maken. Dat is een goede definitie van hoop. Ja, dat is ook zo. Maar wat je ziet is dat er wel heel veel, laat ik maar zeggen, industriële robots zijn en apparaten. Denk maar aan, hoe heet die tent waar je die koepel gekocht hebt? Een robot. Hij is een Boston Electronics is dat, hè? Boston Dynamics. Nou, Boston Dynamics is een groot robotbedrijf, maar dat gaat allemaal over, laat ik maar zeggen, hele intelligente tanks. Dat zijn wapens en dat soort apparaten. Maar echt een robot die, ja, die met ons praten en die zich gedragen als een echt mens, dat is op een of andere manier iets, dat is toch heel lastig. In de healthcare gaat het beter. Daar zit veel meer schot in. Bioprinting. Jullie weten dat op dit moment kunnen we vingerkootjes, oren, relatief simpele weefsels, kunnen we al maken uit je eigen stamcellen, in feite met een 3D-printer. En de verwachting is dat het niet zo heel erg lang zal duren tot een groot deel van de organen in je lichaam op die manier te vervangen is. Er zijn een paar ingewikkelde gevallen bij, hersenen zijn complex, nieren zijn onverwacht complex, die kun je maar niet zomaar namaken. Maar een heleboel andere dingen, met name je hart, dat moet heel goed kunnen. En in je lichaam wordt het binnenkort op termijn mogelijk om medicijnen via hele kleine robotjes, nanorobotjes, dingen ter grootte van een paar moleculen, precies op de plek te brengen waar ze moeten zijn. Dus in plaats van een hoop gif op je lichaam los te laten, wordt het mogelijk om medicijnen precies bij de cellen te deponeren waar het wezen moet. Dus het veel gerichter en veel vriendelijker en veel effectiever te doen. Dat heet nanorobots. En ook hier was iets van 3 of 4 weken geleden weer een doorbraak. Er is een praktijktest mee gedaan die echt werkte. En zo gaan we stap voor stap verder. Daar schiet het wel op. Met eten, en je merkt het, we komen langzamerhand een beetje bij de grote wereldproblemen aan. En hoe wetenschap daar wel of niet een oplossing voor heeft. Bij voedsel spelen een aantal zaken naast elkaar. Op de eerste plaats heb je natuurlijk gentechnologie. En nogmaals, het feit dat ik erover vertel, wil niet zeggen dat ik er enthousiast over ben. Ik constateer alleen maar dat het bestaat. Dit is Frankenfish, een genetisch gemodificeerde salm die ongeveer 3 keer zo groot is als zijn broertje uit de kwekerij. En dat kan allemaal op dit moment. En net als die lichtgevende plantjes. Je kunt genetisch materiaal van planten en dieren veranderen, waardoor ze andere eigenschappen krijgen. Nou, het ligt in Europa heel gevoelig. Hier in Europa mag bijna niks. Buiten Europa mag er wel meer. Maar het zijn toch hele ingrijpende onderwerpen waar we heel goed over moeten nadenken welke kant dat op gaat. Dit is een doordenkertje. Een Nederlander. Koen van Mensvoort heeft dit project bedacht. Het heette wavefish.com en het is een experiment hoe het zou zijn wanneer je thuis het patroon op de huid van een stekelrog zou kunnen bedenken. Want van die huid van die stekelrog kan je prachtige sneakers maken. Dat weten jullie, van roghuid kan je schoenen en laarzen maken. Zijn gedachte-experiment is van nou, hoe zou het zijn als je thuis je eigen ontwerp kon maken? We implanteren dat ontwerp in het genetisch materiaal van een rog en die rog groeit op, die heeft het goed, die heeft een fijn leven enzovoort, maar aan het eind wordt hij gewoon jouw partner per vier. Dit is natuurlijk een experiment wat bedoeld is om discussie uit te lokken. En het is ontzettend leuk om eens te kijken op revis.com naar het filmpje wat daarbij staat. En dat geeft wel een aantal van de thema's die spelen rondom die genetische modificatie. Maakt dat goed duidelijk, zodat je daar ook zelf gemakkelijk over na kunt denken. Kweekvlees, daar weten we alles van dankzij meneer Mark Post van de Universiteit Maastricht, die nogal gescoord heeft in de media een poosje terug door in het laboratorium uit stamcellen gekweekt vlees te verpakken als een hamburger en op te eten. Dat wordt dus ook mogelijk gewoon in laboratoriumcondities aanmaken van eetbaar materiaal. En wil je helemaal geen tijd meer besteden aan het dom eten, dan kan je ook Soylent bestellen. Dit is inmiddels op de markt. Soylent neemt het hele
idee van eten weg. In feite is het een poeier. Het bestaat uit twee componenten. Poeier en iets om de poeier in op te lossen. En op zich zit er in dat poeier... Ik zie iemand heel fris kijken daar. Maar dat poeier bevat voor jou gepersonaliseerde voedingsstoffen die voldoende zijn om je aan de praat te houden. Dus meer dan dat hoef je niet te eten. Het is op de markt, je kan het gewoon bestellen. Een journalist van The Guardian die heeft het uitgeprobeerd en die vond het niet vies, maar die voelde zich wel belazerd nadat hij een week of twee had gedraaid. Dus het werkt nog niet. Je gaat er niet fijner van voelen. Die panden gaan er niet witter van glimmen of iets dergelijks. Maar het kan dus wel. In het transport is dit natuurlijk een leuk idee. Ik was even de drones, had ik nog niet in de presentatie gehad. Maar dit is een leuk idee. Matternet. Waarom maak je geen netwerk van drones om medicijnen en andere artikelen af te leveren op plaatsen die heel ver van het ziekenhuis zijn? Superleuk idee. Wordt aan gewerkt. En wat nog wat meer tijd kan kosten is Back to the Future, zou ik maar zeggen. De hoverboards van Michael J. Fox. Waar het naartoe gaat met transport, dat heet supergeleiding. Nou, dat kennen jullie allemaal al, hè? Want je hebt magnetische treinen en dat is er allemaal al in Japan en in Shanghai. Het idee dat je met heel weinig wrijving kan bewegen door een voorwerp met magnetisme te laten zweven over een rail. Nou, dat verschijnsel waarop dat gebaseerd is, dat heet supergeleiding. En dat is inmiddels commercieel toepasbaar, want het is alleen nog heel erg duur. Als je dit leuk vindt, interessant onderwerp vindt, dan moet je eens naar de filmpjes van de Universiteit van Nederland, van Alexander Pupping, kijken. Daar zitten een serie filmpjes bij van Mark Golden, professor die helemaal live demonstreert hoe dat werkt met supergeleiding. Ontzettend leuk filmpje om te zien. Kan nog wel even duren. Dus iemand als Mark Golden voorspelt dat we over 20 jaar waarschijnlijk wel allemaal zweeftreinen hebben. Maar dat betekent dat je het autoverkeer nog niet hebt geraakt met supergeleiding. Dus het is wel zo dat we weten wel een beetje welke kant het op zou moeten en wat ons in de toekomst gaat helpen. Alleen het gaat wel wat langer duren dan je zou hopen. En dat is bij veel dingen zo. Bij energie is dat ook een beetje zo. Energie is ons grootste probleem in feite. Want we kunnen dus kunstmatig voeding maken. Maar ja, dat kost energie. We kunnen alles 3D creëren, dat kost ook energie. We kunnen Google-auto's inzetten. Maar ook dat kost energie. Dat is niet zomaar opgelost. Er zijn twee oplossingen die we al kennen. De ene is niet vervuilende, ongevaarlijke kernenergie, zogenaamde kernfusie. Daarvan weten we in theorie hoe het moet, alleen in de praktijk kunnen we er nog niks mee. En daarvan is niet precies te zeggen wanneer die doorbraak komt. Een andere ontwikkeling waarvan heel veel wordt verwacht is solar space power. En dat is het idee dat je hele grote zonnepanelen de ruimte in schiet die energie over kunnen brengen naar de aarde zonder dat je de hele aarde onder de zonnepanelen hoeft te zetten. Nou, daar zitten nog wel een aantal haken en ogen aan, met name de kosten zijn op dit moment nogal prohibitief. De kosten maken het onmogelijk om dat te implementeren. En er moet ook nog een oplossing komen voor het zonder al te veel verlies transporteren van elektriciteit. Maar veel mensen verwachten hier uiteindelijk een oplossing voor de energieproblematiek. Maar dat, nogmaals, dat kan even duren. En de vraag is natuurlijk een beetje van hoe we er dan met z'n allen toe zijn tegen de tijd dat dit werkt. Nou, laat ik dit afsluiten, een verhaal, met een aantal van de visies die bestaan op dit terrein met jullie te delen. En ook een beetje, het is ook een beetje een soort leeslijstje van boeken die je eventueel zou kunnen checken op het moment dat je verder wil lezen over dit soort onderwerpen. Ik heb het even Singularity & Co. genoemd. Singularity is een term die is bedacht door Ray Kurzweil en die samen met Peter Diamandis de Singularity University in Amerika heeft opgericht. Inmiddels is er ook een afdeling in Nederland. Jurgen van Geest doet dat in Nederland met veel verven. Maar dit zijn de mensen achter de term Singularity en de mensen achter de Singularity University. Ik kom zo even to the point waar het eigenlijk over gaat. Peter Diamandis is wat je zou kunnen noemen een cyberpositivist. Die heeft een boek geschreven dat heet Abundance. En de stelling van Peter Diamandis is dat over 20, in het slechtste geval 30 jaar,
alle wereldproblemen opgelost zijn door wetenschap. En dat er een tijd aanbreekt waarin we echt mens kunnen zijn, van onze vrije tijd kunnen genieten, de hele dag kunnen gamen en sport. Dat heeft hij uitgelegd in zijn boek Abundance. Er zijn ook mensen die zijn cyberpessimist en die geloven eigenlijk een beetje in het omgekeerde. Morozov, onlangs nog in Nederland, is een van de bekendste cyberpessimisten. Hij heeft net een nieuw boek uit, Om de wereld te redden, klik hier. Leuk boek. En hij ziet, in feite zegt hij, technologie maakt van ons slaven. Uiteindelijk worden we slaven van de technologie en al die instellingen waar we nu zo'n hekel aan hebben, regeringen, multinationals enzovoort, die maken daar gebruik van om gewoon hun gang te kunnen blijven gaan. Het is een hele zwartgallige, op analyse van de geschiedenis gebaseerde positie van Morozov. In feite zegt hij, we gaan met z'n allen slaapwandelend de Matrix in. Daar komt het op neer. Singularity is een beetje een ander verhaal. Singularity is een term die bedacht is door Ray Kurzweil. En Ray Kurzweil gebruikt een van die exponentiële trends, hè, waar we het in het begin over hadden. Nou, de allerbekendste exponentiële ontwikkeling staat bekend als Moore's Law, de wet van Moore. En die Moore heeft in de jaren 60 gesteld dat de rekenkracht van computers elke 2 jaar verdubbelt. En dat heeft hij in 64 geroepen of zo. En dat geldt tot op de dag van vandaag nog steeds. Die ontwikkeling, dat zijn die rode puntjes achter mij, zeg maar. En als je nou die Moore's Law doortrekt, kijk maar naar het plaatje, dan zie je dat computers, als dit zo doorgaat, rond 2020 even intelligent zijn als mensen. En zo rond 2040 is één computer even intelligent als alle mensen bij elkaar. Nou, dat heeft consequenties. Volgens Ray Kurzweil, en dat is dat moment waarop dat gebeurt, het moment waarop computers intelligenter worden dan mensen bij elkaar, dat moment noemt hij singularity. En hij zegt niet wat er dan gaat gebeuren, dat weet hij niet, maar het is een explosie van kunstmatige intelligentie, waar van alles uit zou kunnen komen, dat we met z'n allen één organisme worden, of dat we juist met z'n allen vrijer kunnen worden. Dat is helemaal niet duidelijk, maar de term singularity verwijst naar het moment waarop wij versmelten met de intelligentie die we zelf hebben gemaakt. Het boek daarover is The Singularity is Near. En om het af te ronden, even mijn eigen idee daarover. Ik heb zelf een beetje het idee dat het nog wel even duurt voordat wetenschap de wereldproblemen heeft opgelost. Ik ben daar een beetje sceptisch over. Wij doen nog altijd 20 jaar over het aanleggen van de Noord-Zuidlijn. Dus waarom zouden we in 20 jaar het voedselprobleem hebben opgelost? Ik kom ook veel in India. Daar is op dit moment een regering aan de macht gekomen. Die heeft gezegd dat ze uitsluitend en alleen naar multinationals en naar industrie gaan luisteren als het gaat om milieu en andere zaken. Dus er worden bossen gekapt, er worden fossiele brandstoffen ingezet, er worden nieuwe mijnen gemaakt. Dat zijn geen ontwikkelingen die in 20 jaar totaal veranderen en een soort paradijs opleveren. Dus ik ben een beetje sceptisch over dat soort zaken. Behalve op het punt gezondheidszorg, waar je wel merkt dat die ontwikkelingen heel snel zijn en mensen een levensverwachting krijgen van 100 jaar, 120 jaar. Nou, misschien zijn we wel de laatste generatie die echt doodgaat. Dat zou zomaar kunnen. Daar gaat het snel. Maar op een aantal andere punten niet. Wat je wel ziet, is dat die technologie die jullie hebben laten zien de afgelopen 3 kwartier, dat die technologie ons dagelijks leven heel erg gaat raken. En dan kom je op vragen als Jan Willem net al aankaarten. Maar ja, maar privacy, en hoe werkt dat dan? En wat mag mijn dokter zien? En hoe verandert mijn huis doordat ik alles elektronisch kan regelen? Dat zijn, en op een ander niveau merk je dat als het gaat om zaken doen, organisaties, bedrijven, de ontwikkelingen ook heel snel gaan. En dat zie je gewoon om je heen gebeuren. Boekwinkels gaan de weg van de post lopen. Retail, zeer problematisch. Bedrijfstak die enorm onder druk staat. Financiële dienstverlening, banken, dat wordt een techbusiness. Over 10 jaar werkt daar niemand meer. Dus je ziet dat bedrijven en organisaties en particulieren worden heel erg geraakt in die technologische ontwikkelingen.
Dus het is wel degelijk een onderwerp waar je heel veel, waar je zelf ook bij moet stilstaan en waar we goed aan zouden doen om er meer aandacht aan te besteden dan nu gebeurt. Want dat is heel belangrijk. Wat mogelijk interessant is voor jullie, omdat het wat meer over organisaties gaat, is een boekje wat net verschenen is, waar ook Juri van Geest van de Singularity Universiteit aan heeft meegewerkt. En Salim Ismail heeft een boekje geschreven, Exponentiële Organisaties. En dat legt uit hoe de organisatie van de toekomst zou kunnen werken. Hè, denk aan de klassieke voorbeelden Uber en Airbnb, dat soort organisaties, Google, TED. Hoe werkt dat nou allemaal? Wat doen ze goed? Waarom zijn ze schaalbaar? Daar gaat het boekje over. En dit gaat over onderwerpen die volgens mij op dit moment het meest relevant zijn. Overigens kan het mij allemaal niet zo heel erg veel schelen als ik gewoon een vliegende auto krijg. Dank je wel. Vragen, opmerkingen? Zou u misschien nog iets verder kunnen toelichten waarom u zeg maar die observatie doet dat er een enorme vertraging is in de toepassing van heel veel nieuwe technologie aan de ene kant? Aan de andere kant ziet u wel in de medische wereld daar een enorme vlucht. Vanwaar die verschillende observaties? Oké. Nou, wat ik altijd probeer te doen, is gewoon nog gezonde verstand gebruiken. En wat je ziet gebeuren is dat mensen dingen voorspellen, omdat ze toch geen, je kunt het toch niet tegendeel bewijzen. Dus wat gebeurt er? Iedereen die voor een bepaalde parochie preekt, die gaat dingen roepen als van over 15 jaar en over 20 jaar, ja, dat kan je makkelijk roepen. Bewijs het tegendeel maar eens. Met een beetje pech krijg je ergens in de wereldgeschiedenis nog wel eens gelijk. Dus ik pleit ervoor om gewoon van jezelf uit te gaan. Wat zie ik gebeuren? Wat weet ik? We weten dat de oceaan, de wereldoceaan, op dit moment in een enorm tempo naar de donder gaat. We weten dat de Noordpool in een paar jaar verdwenen kan zijn. Dat soort dingen zijn acute problemen. Als dan iemand komt vertellen dat over 20 jaar een hele ideale wereld aanbrengt, dan ben ik een beetje sceptisch. Dan moeten ze wel opschieten, anders is er geen wereld meer. Dat is ook een optie natuurlijk. Maar ik pleit er eigenlijk voor om gewoon vanuit gezond verstand te redeneren. En dat gezonde verstand, dat zegt in de medische wereld, verwachten we. Dat gezonde verstand zegt dat onze energie niet over 20 jaar van Mars komt. Maar dat er wel veel effectievere manieren zijn om bijvoorbeeld kanker in een vroegtijdig stadium op te sporen, zodat je er relatief aan belasten moet. Easy. Andere dingen. Ik kan bij jou met de microfoon zien. Oké. Ik deel je sceptici op het punt van dat binnen 20 jaar de ideale wereld niet is bereikt. Ja. Maar volgens mij is dat meer een politiek probleem dan een technisch probleem. Verklaar je naam? De techniek kan het wel oplossen, maar we maken politiek een groot soortje van de wereld. Dus de mensen die er mag zijn, de politiek, ja, die houdt ons naam tegen. Ja. Ja. Dus de macht geven aan multinationals die bomen al kappen en weet ik veel wat. Ja. En niet die technische oplossing daadwerkelijk gaan implementeren. Ja. Oké, dus dat betekent dat als je kijkt naar mijn verhaal, dat jij een beetje aan de kant van die meneer Morozov komt te staan. Die zegt van ja, dit soort dingen worden toch door multinationals en door overheden gebruikt om op een manier die we eigenlijk niet willen. Oké, ik ga het afronden, dankjewel. Zou kunnen, denk ik. Maar ik ook wel de optimisme van dat het allemaal mogelijk is. Oké. Maar we moeten inderdaad een heel maatschappelijk ook over moreel en ethiek allemaal discussies gaan voeren van ja, hoe gaan we hier eigenlijk om? Ja. En dat mis ik ook heel erg in de politiek. Super. Nou, eigenlijk, ik zal het dan maar even opvatten als steun voor wat ik zei. Dit is interessant, dit is relevant voor ons allemaal. En er moet in de politiek bij dit soort bijeenkomsten over gesproken worden. Ga vanmiddag om 3:00 ook naar het verhaal van Jan-Willem Alphenaar die daar zit. Dat gaat over vergelijkbare thema's. En dan heb je een eerste kans om wat ik jullie heb verteld wat verder te verdiepen. Hartelijk dank voor de aandacht en hopelijk tot ziens. Nog veel plezier vandaag. Ik vond het superleuk om hier voor jullie op te treden. Dank.